weet niet eens of ik moet oversteken. Hallo, good morning. Het is donderdag en het wordt snik en snik heet vandaag. En net lag de tuin er zo bij. Of nou ja, het bad lag er zo bij. Die is dus lek. Wel echt balen, want er staat net een dagje. Dus ik dacht, ik ga nu even snel naar het kruidvat. Want ik heb gezien gisteren dat ze daar in aanbieding zijn voor volgens mij 15 euro. Dus ik ga gewoon nieuw halen. Ja, ja. Het was zo leuk gisteren. Nou, ik ben bij de kruidvat geweest en ik had het kunnen weten. Hoe naïef kun je ook zijn. Alles zijn verkocht. En dan ga je natuurlijk weer allemaal andere dingen kopen. Zoals make-up en zo. Ja, die heb ik ook nodig. En ik dacht, nou dan ga ik wel even kijken bij de Action. Nou, het enige wat ik kon vinden was een pompje. Dat is wel heel handig, een elektrisch pompje. En ja, wat heb ik nou weer allemaal gekocht? Dit is in ieder geval het pompje. Dat is wel echt super handig voor op de camping ook, schat. Voor al die opblaasdingen. Dit komt misschien nog wel van pas voor de verven. Ah ja, daar hebben we er al 4 van. Nou ja. Dit is voor op de camping. Kijk. Die hebben we natuurlijk weer nodig. We kopen niet meer die dure. Want nee. Boeien, deze doen het ook prima. Als dat ding gewoon positief aangeeft, dan kunnen we altijd nog een duurdere erbij kopen om het nog even te dubbelchecken. Nee, dat doen we niet. Kijk. Ik heb nog wel een zwembadje gevonden. Oh, je hebt er wel een? Ja, alleen. Deze is heel klein. Hebben we nu dus. Ja, volgens mij is hij wel wat groter hoor. 1,68. Nou, dat is niet zo heel groot, maar ja. We hebben dus nu geen slang. Kijk, hier, voor jou. Kan ik nu wel gebruiken, ja. Oh ja, en deze heb ik gekocht. Voor op kantoor. En kijk, kijk. Hey, dat is helemaal makkelijk. Er zitten van die extra dingetjes in USB. Ja, en je kent het wel. Allemaal schoonmaakspullen. Dat ga ik niet allemaal shoploggen hoor. Het is gewoon om schoon te maken. You know. Oh ja, schat, dit vind jij wel lekker. Een hele grote dol. Ah ja, beter. Yes. Nou, en nu ga ik even aan het werk. Ik moet nog wat editen en ik moet nog een blog maken. En dan vanmiddag naar het YouTube event. Zo, daar zit ik dan op deze prachtige, mooie, warme dag onderweg naar het YouTube-event. Geen idee of ik het leuk ga vinden. Ik vind het ook wel een beetje spannend. Gewoon zomaar helemaal alleen ergens heen. Zonder dat ik enig idee heb wat het is, wie ik ga ontmoeten of wat dan ook. En een stortbui ook nog weer op dit moment. Maar goed, ik ga snel intikken waar ik naartoe moet. Want ik ben natuurlijk alweer een beetje, niet aan de late kant, maar... Ik hoop niet dat het druk is op de weg, laat ik het zo zeggen. Let's go! Sorry, ik kan natuurlijk helemaal niet blijven staan. Even weghalen. Het onweert gewoon zo hard dat ik eigenlijk niet eens naar buiten durf. Wow. Het lijkt of er aliens uit de lucht gaan komen. Ik ben echt niet bang voor onweer. Onweer of onweer? Onweer. Maar dan wel wanneer ik gewoon thuis en binnen ben. Dit vind ik wel een beetje eng dat ik nu naar buiten moet. Ah! Dicht. Het wordt alleen maar erger. Het is echt. Wow. Wow. Dat was echt een vet grote bliksemschicht. Zo, en nu moet ik natuurlijk ook nog zoeken waar ik naartoe moet. Ik weet niet eens of ik moet oversteken of niet. Oh, hè? Ik heb het gevonden. Oké, het is niet te hopen dat ik hier naar de wc moet. Nou, oké, daar ben ik dan. Ik heb een drankje gekregen. Maar... Niemand heeft me aangesproken. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook gewoon uitstralen. Dus ik ga gewoon een rondje lopen en kijken wat er gebeurt. Oh damn, I've been feeling something for you lately.
camera's laten zien. Ja, ik heb ook die extra uitzending. Heb je niet? Tonight we're running on the right track. Ja. Oh, wat gemeen ben jij. Je bent een treitervlogger. Hij is zo iemand met glitters in zijn baard. Waar zijn de glitters? Oh, heb ze eens gehad, die ben jij. Dat is niet omdat ik dat wilde. Ik vind jouw outfit, want dit is wel fashion. Oh, I just wanna have a good time, call me whatever. I'm up for anything like that. Ik ben Angel the Dance Hall Explorer en ik ben echt all about dancehall. Ja, ik ben de timer guy. Ik maak hele stomme video's eigenlijk. Hele stomme video's eigenlijk. Over timers. Dus ja. He is a genius. Jij vlogt nu over. Ik zie geen oude computer. Oh, nou dank je. Ik denk wel dat ik de oudste ben van jullie allemaal. Ja, echt. Oké, jullie mogen mijn leeftijd schatten. Jij bent toch 24? Ja, ik denk wel zoiets 26 of zo. Oké, en wat denk jij? Ik weet niet, joh. Ik vind dat echt heel moeilijk. Oké, als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik wel dat jij rond mijn leeftijd bent. Ik ben 31, bijna 32. Ik denk dat jij daar ook ergens zit. Wow! Ja, 32 precies. Bam! Nou, dat is allemaal helemaal goed gekomen. Wauw, super grappige, leuke mensen ontmoet. En het was alleen het moment dat ik binnenkwam lopen. Even een beetje awkward, klein beetje maar. Maar uiteindelijk allemaal heel leuk. Doei! Doei! Oh. Zo schattig zijn hun. Het voelt echt een beetje alsof je eindelijk een soort connectie maakt met mensen. Ken je dat? Van die Stargame mensen. Dat ze gewoon eigenlijk allemaal een beetje nerd zijn. Maar wel hetzelfde heel erg leuk vinden. Nou, dat gevoel heb ik nu dus. Dat ik ergens bij hoor. Ja, ik hoor ergens bij. Bij YouTubers freaks. Ze wilden dus heel graag samen wat gaan eten. Maar ik ga toch maar liever gewoon lekker naar Bartje en naar Yola en naar yoga. Ja, Yola en yoga. En ik moet plassen. Lekker handig, hè? Maar goed, het is niet ver gelukkig. Nou, Bart heeft dus gekookt voor hem en voor Yola. En dat is dit. Dat ga ik nu ook maar even snel eten. Oké, pasta met vissticks en een of ander sausje. Oké. Nou ja, ik ga maar even wat eten, want om 8:30 moet ik op yoga zijn. Maar hoe is het nog dikker bij de ijzer? Nou, heb je niks aan. Maar naar alle YouTubers? Nee, dat zou wel heel druk worden. Ja. Nou, ik heb yoga weer overleefd, maar dat is wel echt super lastig wanneer je zoveel spierpijn hebt. En ik vind het raar, want ik heb echt nog in de tijden niet zo'n spierpijn gehad, dat ik er echt met yoga echt last van had. Zo'n spierpijn, schat. Zit in zijn spel. Anyway, ik ga dus maar even deze uitproberen. Die had ik nog, die mocht ik nog uitproberen van Happy Protein. En die andere die ik had uitgeprobeerd was vanille. En nu ga ik de aardbei uitproberen. Oh ja, trouwens, tussen alle mensen die ik had ontmoet vandaag, zat ook als ik het goed uitspreek, Aimee van der Pijl. Echt een superleuke meid. En dat is nou echt iemand die in het echt ook gewoon precies zo is als in de filmpjes. Dus, super duimpje voor jou. Net pas gezien dat ik dit heb binnengekregen. Yay! Dit is iets heel leuks, mensen. Maar dat laat ik morgen wel zien. Ja. Nou, ik ga jullie vast weltrusten zeggen. Bart, wil je ook weltrusten zeggen? Weltrusten. Moet je niet even kijken hoe ik race? Laat ze verschillend eruit ziet. Zo niet boeiend. Dit willen mensen echt niet zien. Oké, als jullie dit echt niet willen zien, zeg het dan even. Dan doe ik dit nooit meer. En nu één keer. Ik weet niet wat dit is. Een soort vliegtuig/auto-achtig iets. Wipeout.
Oh, een wipeout ding. Ik ken het nog wel van vroeger, denk ik. Ik ken alleen het programma Wipeout. Hmm. Wow, kijk maar even aan. Wow. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze vlog. En natuurlijk even abonneren. Dat kan hier. En hier kun je nog meer filmpjes zien van ooit en van gisteren. En wat er bij jou past en bij jouw kijkdingen past. Oké, doei! Speciaal voor jullie op pauze gezet, hè? Oh, nou zeg dan ook wat. Fijne avond, slaap lekker. Fijne avond, slaap lekker.